hele goede morgen. Het is vandaag woensdag. Ik ben met Nessim in de auto. De zon schijnt echt heel erg scherp. Niet normaal. En wij zijn onderweg naar Antwerpen. We gaan lekker een dagje naar Antwerpen. We hebben daar even een afspraakje. En daarna willen wij gewoon even lekker de stad ingaan. Even daar lekker eten. We zijn er echt heel lang niet geweest. Dus dat is wel weer leuk. En dan kunnen we even een beetje de laatste dingetjes halen voor Bali. We zijn in Antwerpen. Ik wil eigenlijk net filmen of auto's ik vandaag aan heb. De zon was echt zo fel. Dat was echt niet te doen. Ik heb vandaag gewoon een zwarte outfit aan. Yay! Ik heb dus een nieuwe jas aan van Boohoo. Zo'n lange leren jas. En zwarte broek, zwarte schoenen, zwarte trui. All black. Wij zijn aangekomen in Antwerpen. Wij hebben net onze afspraak gehad in Antwerpen en het ging echt heel goed, Hennis. Ja, ook heel snel. En toen zijn we een beetje gaan lopen in de buurt. En toen hebben we echt een heel leuk, gezond tentje ontdekt in Antwerpen. Ik ga jullie even zo filmen, want je hebt echt een saladebar en die is echt goeie. Ik laat jullie even zien wat wij hebben uitgekozen. Dit is dus mijn bord, jongens. Kijk. Dit is echt gewoon een dikke 10. Ik hoop ook echt dat het lekker smaakt. Het ziet er veel beter uit dan van Laplace, vind ik. Zo. Dit is mijn bord. Het is gewoon lekker kip en kikkererwten. Oh, dit is Nessim's bord. En hij heeft een suikervrije gebakkie. En ik heb een lekkere broccolisoep. Kijk, hoe cute. Dit is dus de saladebar. Je hebt echt heel veel keuze. Ik vond persoonlijk de kip heel erg lekker en de ijssalade heel erg lekker. Wat vond jij lekker, Dini? Ik vond alles lekker. Ja, het is echt lekker. Mijn buik zit helemaal vol. Kijk, en hun bakjes zijn van karton of van papier. Ik weet niet precies waarvan gemaakt, maar het is dus recyclebaar. Echt chill. Nou, kom, we gaan shoppen. Let's go. Dus ik ga stuk. Hebben. Deze ga ik kopen. Hey, kijk wat ik heb gevonden. Een mok. Wij zijn net klaar in Antwerpen. Het was een geslaagde dag. Vooral Nessie is echt heel erg geslaagd. Ik heb eigenlijk alleen maar haarbandjes gescoord voor Bali. Die laat ik jullie even straks zien. Maar voor de rest heb ik eigenlijk niks gescoord. Maar ik moet jullie ook echt heel eerlijk zeggen. Zo, wat deed hij? Oh, dit is interessant. Dat ik echt heel erg slaperig ben. Dat ik gewoon iedere moment gewoon in slaap kan vallen. Dus ik was ook niet echt heel erg scherp vandaag. Wij gaan nu richting huis en hoop ik onderweg een Starbucks te vinden. En dan ga ik lekker een cappuccino met amandelmelk halen om mezelf een beetje wakker te maken. En dan gaan we richting huis, dat is een beetje de planning. We weten allebei niet waar dit vandaan komt, maar wij zijn echt zo moe. Ik ben in slaap gevallen onderweg, tenminste half slapen, zo echt moe. Ik moet ook plassen. We zijn dus gestopt bij de tank, want we moeten allebei plassen. En toevallig hebben ze hier dus gewoon een Starbucks. Ik geef hem maar een kusje. Weg, geef hem een kusje. Oh man, ik wil niks liever. Ja, maar een kusje. Wacht dan even, man. Ik ben ook zo moe. Kapot. Ik ben gewoon zo'n slaap van. Nou, slaap lekker. Weet je nog onze dansje bij de Zara? Die werd veilig gekeken, zo raar naar ons. Echt waar? Ging je zo springen. Kijk, één keer wat Nessie mij heeft geflikt. Patricia ben ik. Ik heb trouwens een cappuccino met amandelmelk en suikervrije siroop met karamel. Proost. Proost, hè? Hoe heet jij trouwens? Nessim. Oh, maar waarom ben ik Patricia? Oh, dat is toch leuk. We zijn net thuis en ik denk dat ik even mijn make-up eraf ga halen heel snel. En richting de zonnebank ga, want ik ben nog steeds wit en ik wil echt niet verbranden. Ja, ik moet echt even een tintje opbouwen zodat ik in Bali niet verbrand. Want iedereen die nu in Bali is gewoon hartstikke verbrand, zie ik. Dus dat wil ik even voorkomen.
Maar ik ga daarna echt gelijk naar bed, denk ik. En dan denk ik dat ik jullie morgen weer zie. Doeg! Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag. En ik zie er zo uit. Oh mijn god, ik heb geen make-up op. Ik heb een balsem op. Ik heb mijn haar niet gedaan. Want ik heb een afspraak bij de mondhygiëniste. En ik moet even weer laten kijken naar mijn spalkje. Want ik heb natuurlijk een beugel gehad. En ik heb daarna een spalkje gekregen. Maar ik heb de laatste tijd best wel veel wondjes aan mijn tong. Dus dat moet weer even goed gezet worden voordat ik naar Bali ga. Dat was wel echt even... dat had wel echt even prioriteit. Mijn spalkje moet echt goed zitten. En dan ga ik daarna naar de mondhygiëniste. En dan ga ik lekker met een fris gebit naar Bali. Zo, inmiddels al klaar bij de tandarts. Ik ben daarna even naar de Jumbo gegaan. Even boodschappen gedaan. En nu ga ik naar huis rijden. Ga ik even lekker een ontbijtje voor mezelf maken. En het is schoonmaakdag. Dus ik heb ook allemaal schoonmaakdoekjes en zo gekocht. Ik ga jullie even zo laten zien wat ik allemaal bij de supermarkt heb gehaald. Oh, wat een bleke hoofd. Zoals ik al zei, is het vandaag schoonmaakdag voor mij. Dus ik ging eigenlijk naar de Jumbo voor deze doekjes. Even voor de verandering, want ik heb altijd de Albertijn schoonmaakdoekjes. En ik ben ze een beetje zat. En deze zijn natter. Dus ik ben hiervoor gegaan. Toen ben ik geëindigd met alles en nog wat. Spitskool gehaald. Deze waren in de actie. Kattenvoer, natte kattenvoer, die haal ik echt nooit. Maar af en toe als ze in actie zijn, dan neem ik ze even mee voor hun. En ze mogen het echt max één keer per week. Want Lira moet altijd kotsen van andere soort voeding. Dus dit is echt gewoon eigenlijk een snack, een cheat day voor hun. Ik heb broccoli voor vanavond. En ik heb avocado. 2 eetwijven. Ik heb wortels. En ik... Ik koop meestal van die gesneden spitskool en wortel. Want als ik dan snel een salade wil maken, dan meng ik het gewoon met elkaar. En dan voeg ik komkommer en tomaat toe en dan ben ik klaar met mijn salade. Zoals jullie weten koop ik amper nog vlees bij de supermarkt. En daar heb ik mijn redenen voor. Maar als het niet anders kan, dan kan het gewoon niet anders. Maar daarom heb ik eigenlijk alleen maar vis gehaald vandaag. Ik heb cocktailgranalen gehaald. Ik heb zalm gehaald. Ik heb voor vanavond voor mij en Nessie een roodbaarsfilet gehaald. En die haal ik echt nooit, moet ik zeggen. Dus ik weet niet of het lekker is. Snoeptomaatjes. Citroen voor op onze vis, of course. Ik heb ijsbergsla. Cola Zero. Enige cheat die wij mogen. Oh, nog meer garnalen. Cocktailgarnalen van de diepvries. Super handig om thuis te hebben. Ik heb vloerdoeken gekocht. Om even... ja, dit zijn eigenlijk voor de snelle schoonmaakdagen. Dat je niet wilt dweilen. Dan kan je snel met zo'n vloerdoek alles schoonmaken. Als je snel bezoek krijgt of zo. Wat wij nooit krijgen, maar oké. Okay. 2 gele uien. Nog een Cola Zero. Bio-eieren. Ik koop nu nog mijn eieren bij de supermarkt. Maar vanaf binnenkort ga ik het alleen maar nog bij de boer halen. Die zijn 100% bio en weet ik veel wat. En dan krijg je er veel meer voor een veel leuker prijsje. Nog meer schoonmakertjes en dat was het. Ik ga even hier snel opruimen en dan ga ik een ontbijt voor mezelf fixen. Mijn lunch gaat dit even in de oven. Ik heb tomaatjes, garnalen, zalm met lekker citroen, olijfolie, peterselie, zout, peper. En het gaat even een kwartiertje tot 20 minuten in de oven. Ongelooflijk. Kijk één keer wat deze kat doet. Al haar voergoed ernaast. En dan gaat ze op de grond lopen eten. Dit is echt niet fris. Nou, gelukkig ga ik straks dweilen. Typisch, in plaats van dat ik dus gaan schoonmaken ben, ik gaan douchen, heb ik mijn haar gedaan, heb ik me klaargemaakt voor niks. Want ik heb precies geen afspraak vandaag, maar ik start zo wel. Ik ga eerst een paar pakketjes voor jullie inboxen, waaronder één pakketje waar ik echt sinds kerst op wacht en die gewoon veel te laat is aangekomen, maar waar ik echt heel erg blij mee ben. Ik zit er klaar voor, ik heb even het pakketje gepakt. Het gaat om dit pakketje. Ik heb dus eigenlijk voor mezelf een kerstcadeautje gekocht. Het moest met kerst eigenlijk hier al lang binnen zijn. Maar er was echt zoveel misgegaan met mijn bestelling dat ik hem nu pas heb binnengekregen. Ik heb hem ook echt 2 keer opnieuw moeten bestellen. Zoveel gedoe gehad met de klantenservice die alleen maar Engels spreekt. En in mijn slechte Engels alles moeten uitleggen en bla 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 bla. Maar ik heb hem binnen en ik ben er echt heel erg blij mee. Want het is echt
precies op tijd voor Bali. Ik heb dus een, mijn eerste Prada-tas besteld. Het is die mini-bag die jullie vast wel voorbij hebben zien komen. Dus die ga ik even unboxen voor jullie. Ik heb hem eigenlijk gewoon online besteld. Dus ik heb hem gewoon ook geleverd gekregen thuis. Het gaat dus om dit tasje. En ik wil hem echt zo graag hebben. Dus de mini bag van Prada. Ik ben hier echt zo blij mee. Ik hoor deze echt al een tijdje. En ik heb hem dus eindelijk besteld en binnengekregen. Mijn variant is iets anders dan die je misschien op Instagram soms voorbij ziet komen. Want ik heb dus een leren hengsel. Hoe noem je het? Een hengsel, schouderband, weet ik veel. Ik heb dus in het leer gekocht. Je hebt twee versies ervan. Eentje is dus met een stoffen bandje en eentje met een leren band. En ik ben dus voor de leren bandje gaan. Is iets duurder, maar het prijsverschil is niet zo heel erg groot. Maar mochten jullie deze nog willen bestellen, zou ik jullie echt aanraden om een leren bandje te kopen. Want ja, het blijft gewoon veel langer goed. Nou, als je nu online kijkt en niet weet welke je dan moet bestellen. Bij de omschrijving staat dan de nummer 2000. Staat hier dus ook opgeschreven. Oh, dit is dus de omschrijving. Als je dit opzoekt dus op de website, dus nummertje 2000, dan vind je precies deze tas. Ik heb ook nog een PR-pakketje gekregen van Maybelline. Eigenlijk is het echt één grote mascara. Echt een heel leuk PR-pakketje. En daar zitten dus gewoon twee mascara's in. Volgens mij is het een nieuwe mascara. Falsies Lash Lift. Dus ik ben heel erg benieuwd of deze goed is. Ik had alweer een nieuwe mascara nodig, dus ik ga deze zeker uitproberen. Oh ja, en ik wil jullie nog even laten zien wat ik gisteren heb gekocht bij de H&M, want ik had allemaal haarbandjes gekocht voor in Bali. En ik wil jullie even laten zien wat voor haarbandjes ik heb gekocht. Nou, ik dus allemaal haarbandjes uitkiezen bij de H&M. Ik denk, ah, 6 euro, 5 euro, echt super leuk. En toen kwam ik bij de kassa, moest ik 50 euro betalen. Fuck my life! Haarbandjes voor 50 euro, ik ga stuk. Ik heb dus deze gekocht. En die vind ik echt heel erg leuk, want ik weet dat het dus echt heel erg warm is in Bali. En dat ik dan niet altijd los haar wil, deze plukje dat hier me doet. Dat ik dan mijn haar ook vast kan doen met zo'n haarbandje. En dat vond ik echt heel erg cute. Dus ik heb deze uitgekozen. Ik heb ook nog een haarband uitgekozen in deze kleur. Ook met stippen. Ik heb dit elastiekje gekocht in deze kleur. Dat gaf me echt een beetje Bali vibes. Love it. Ik zie het al helemaal voor me met mijn krulletjes en zo. Ik heb een zwarte haarband gekocht. Super handig. Ik heb echt van die schattige elastiekjes gekocht. Kijk hoe cute dit is. Dat ga ik allemaal meenemen naar Bali. Even iets andere look. Love it. Beetje boho. En ik heb nog een elastiekje gekocht. Ik ga een stuk. Beetje zo'n satijnen. Mooie nude elastiekje. En ik heb nog een haarband gekocht. En dit allemaal, jongens, was 50 euro. Wat een ellende. Ik koop nooit haarbandjes. Ik draag ze nooit. Maar ik vond ze allemaal echt zo leuk. En ik kon gewoon niet kiezen welke ik leuker vond dan de andere. Dus ik heb het gewoon allemaal gekocht. En ja, ik hoop dat ze ook echt leuk gaan staan. En trouwens, ik heb dus mijn nieuwe badjas aan. En ik had hem dus op Instagram geplaatst. Toen was er heel veel vraag naar. En deze is dus van Zalando. Ik wou heel lang al deze kleur. Deze van de Zalando. En heb ik gescoord voor 19 euro. Ik was constant bezig met pakketjes ophalen. Er is een pakketje geleverd bij een afhaalpunt van mij. Terwijl ik vandaag eigenlijk gewoon thuis ben. Was. Behalve in de ochtend dan aan de tandarts. Dus die moet ik ophalen. Ik zie nu pas dat die dus bij een afhaalpunt zit. Jongens, mijn slippers zijn binnen. Alles is nu binnen voor Bali. Dus ik hoef me nergens meer druk om te maken. Oh ja, ik had nog supplementen besteld voordat ik naar Bali ga. Omdat ik het anders niet ga redden. Met mijn hoeveelheid supplementen. Ik heb even niet gevlogd vandaag. Wij hebben een bezoek gehad vandaag. Ons hele appartement is helemaal beveiligd. En ja, daar ben ik wel echt heel erg blij mee. Want ik heb daar is de camera, bitches. Ik heb nu echt een stuk veiliger gevoel dan eerst. We hebben echt letterlijk alles gekozen wat ze in een pakket hadden. En we hebben ook echt best wel gekke dingetjes ook gekocht. En ja, ik ben er gewoon echt heel erg blij mee. Dus we gaan nu naar zijn vriend en ik ga even naar Honey. We gaan even een koffietje doen en dan komen we terug. Wat is er? Wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen? Ik wil wat goed zetten, toen merkte ik dat je aan het filmen was.